Welkom bij Rechtstreeks uit de Raad. Sinds januari van dit jaar is de gemeente zelf verantwoordelijk voor de jeugdzorg. En nu, 9 maanden later, kijkt de gemeenteraad terug. Hoe is het gegaan het afgelopen jaar? Waren de budgetten toereikend? Zijn er tekorten ontstaan? Moet er worden bijgestuurd? De Dordtse jeugdzorg is nogal ingewikkeld georganiseerd. De gemeente is verantwoordelijk voor de lokale jeugdzorg, maar de uitvoering wordt ook heel nadrukkelijk bestuurd door de regio Zuid-Holland-Zuid en het Rechtstedenbestuur. Maar laten we het eenvoudig houden. Dordrecht heeft jaarlijks een budget van 34 miljoen euro voor jeugdzorg en in de praktijk bepalen de lokale jeugdteams welke zorg aan wie wordt toegewezen en dus aan welke zorg het budget wordt besteed. En de vraag is dan, kunnen de jeugdteams de juiste zorg leveren met het beschikbare geld? Om een indruk te krijgen hoe de begroting voor jeugdzorg in elkaar zit, praat ik eerst eens met de heer Van der Vlies, die mede namens Dordrecht portefeuillehouder is voor jeugdzorg in het Rechtstedenverband en in de regio Zuid-Holland-Zuid. Ik vraag de heer Van der Vlies, is het niet heel erg ingewikkeld geregeld op dit moment? We hebben de keuze gemaakt om het lokaal te organiseren en op de regio Zuid-Holland-Zuid. Dus oorspronkelijk was ooit de bedoeling ook op het niveau van de Rechtsteden, maar we hebben bewust de keuze gemaakt voor 2 lagen. En waarom is die keuze gemaakt? Om de simpele reden dat een aantal jeugdhulpvoorzieningen, denk bijvoorbeeld een hele specialistische jeugdhulp, dat kun je als gemeente niet alleen. Dan is het beter om dat collectief met elkaar te doen. Ja, en dan blijft het dus lokaal over het echte, zeg maar, directe contact met ja, de jeugdteams en sociale teams hangt een beetje af per gemeente in de regio welke keus gemaakt zijn. Dat is echt een lokale verantwoordelijkheid. En ook de aansluiting van de jeugdprofessionals in de jeugdteams en sociale teams op bijvoorbeeld andere voorzieningen, denk aan schoolmaatschappelijk werk of het Centrum Jeugd en Gezin, het consultatiebureau, de huisartsen. Dat zijn echt keuzes die moeten lokaal gemaakt worden. Ja. Gaat al met al om een enorme hoop geld. Ja, dat klopt. Gaat er om in de jeugdzorg. Hoe is er een begroting opgebouwd? Om wat voor soort posten gaat het? Nou ja, we hebben keuze gemaakt om de 103 miljoen die we in de hele regio Zuid-Holland-Zuid ontvangen, om die te verdelen langs een aantal lijnen waarbij de insteek is geweest om zoveel mogelijk geld beschikbaar te hebben voor echt jeugdhulp. Nou, er is natuurlijk ook geld nodig voor organisatie. Dat hebben we regionaal georganiseerd om het ook zo efficiënt mogelijk te doen via onze regionale serviceorganisatie. Daar is het bedrag beschikbaar voor 3,5 miljoen. Maar eigenlijk is de rest van de 107 miljoen beschikbaar voor jeugdhulp. Nou, dat zit voor een deel in het budget voor de jeugdteams of de sociale teams waar jeugdprofessionals in zitten. Maar we hebben het ook voor allerlei zorgvormen op het gebied van behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg voor jongeren, jeugd- en opvoedhulp, het hele scala aan allerlei voorzieningen waar we verantwoordelijk voor zijn. Daar is het budget voor beschikbaar. En elke gemeente krijgt zo zijn evenredige deel of is er een bepaalde verdeelsleutel? Nee, we hebben echt de keuze gemaakt om naast dat deel wat lokaal te doen, om de rest eigenlijk in één grote pot te gooien. En daar hebben we ook solidariteit afgesproken, omdat de ene keer kan jouw gemeente de meervraag zijn naar bepaalde vormen van jeugdhulp en je budget is daardoor ontoereikend en enig andere jaar is het in een andere gemeente anders. En omdat we met elkaar in zo'n hele nieuwe taak op ons bord kregen, hebben we gezegd, hier zijn we solidair. Dus we hebben dat geld in één pot zitten en we verdelen ook het geld vanuit die pot voor de hulp die nodig is. Ja, er is nu 9 maanden gebruik gemaakt van het budget. Ja. Loopt het een beetje op schema? Heeft u het idee dat het geld ook op een goede manier terechtkomt of zijn er tekorten? Nou, over het algemeen heb ik het idee vanuit de cijfers die we beschikbaar hebben, maar dat is ook nog lastig, want heel veel cijfers zijn er nog niet. Maar dat we redelijk op schema lopen, tegelijkertijd zeg ik er wel bij dat de budgetten onder druk staan, want dat zijn wel signalen die we ook krijgen vanuit diverse aanbieders, dat hun budget is uitgeput. Dan is onze insteek. Natuurlijk moeten we straks sturen op het budget, want dat is ook de opdracht die we van de gemeenteraad hebben gekregen. Aan de andere kant willen we niet dat kinderen de dupe ervan worden. Dus we zullen altijd ook de kwalitatief goede hulp van kinderen leidend laten zijn bij de afweging van welke hulp moet worden ingezet. Hoe kun je aan de knoppen draaien, zeg maar? Hè? Kun je bijvoorbeeld de vraag beïnvloeden, gewoon ervoor zorgen dat er minder zorgvraag komt? Ja, dat is natuurlijk een hele ingewikkelde. Kijk, op langere termijn, dat is ook een hele gedachte achter de decentralisatie, zitten de mogelijkheden. Als we ruimte gaan geven aan de professionals om maatwerk te bieden, en daar zijn ook gewoon mooie voorbeelden van, ook nu al, waardoor je ziet dat er gewoon betere hulp tegen lagere kosten geboden kan worden. En dat kan de komende jaren
kan dat verder ontwikkeld worden. Ja, het is ook al wel duidelijk dat men niet moet verwachten dat binnen 1 jaar alles op zijn pootjes terecht komt. Nee. Hoe schat u het zelf in? Over hoeveel jaar kun je echt zeggen, nou, nu staat jeugdzorg echt? Nou ja, mijn hoop is dat we binnen nu een jaar of drie in ieder geval een hele forse slag gemaakt hebben. Maar wil het systeem wat we met elkaar hebben ontwikkeld en waarin echt de burger veel meer centraal moet staan, wil dat goed functioneren, hebben we denk ik zeker 5 jaar nodig. Oké, okay, nou wens ik u heel veel succes bij. Dank u wel. En wij gaan eens praten met iemand die binnen de jeugdteams in Dordrecht verantwoordelijk is voor het veranderen van de jeugdhulp in Dordrecht. Mevrouw Asarian. En ik ben heel benieuwd of zij vindt of het op dit moment goed gaat of misschien wat minder. Mevrouw Asarian, de jeugdzorg is nu al een paar jaar lang in transitie, in verandering. Dat lijkt me een ongelooflijk ingewikkeld proces. Nieuwe spelregels, nieuwe budgetten. Als u de afgelopen jaren wilt beschrijven, wat geeft u daar van woord aan? Eén woord. Ik denk vooral verbindend. Ja. Wij vanuit de jeugdzorggedachte waren we vooral intern bezig met onze klanten. En wat we nu doen is om ook een verbinding aan te gaan met het gebied waar we werken. En het gebied bestaat uit veel groter, met gemeenten, met een nieuwe organisatie waar wij nu onderdeel van zijn binnen Stichting Jeugdteams. Dus het is voor mij, als ik hem kan samenvatten, is het echt vooral verbindend geweest. Ja. Ik kan me voorstellen dat er zoveel tijd en energie ook gaat zitten in de verandering, dat ik me afvraag, is er ook nog wel tijd voor zorgverlening, want daar gaat het uiteindelijk toch om? Ja, er is ook tijd voor zorgverlenen. En natuurlijk, wij hebben gezegd, wij zijn er nog niet. Wij zijn niet waar we willen zijn, want uiteindelijk willen we straks veel meer zorg kunnen verlenen. Nu zijn we vooral inderdaad met veranderen, met nieuwe spelregels, met nieuwe regelgeving en soms ook geen regelgeving. En dan zijn we zelf met beleid maken bezig. Ja. Dus dat maakt dat we gewoon veel meer met allerlei andere zaken bezig zijn. En stip op de horizon is dat we straks veel meer met de cliënten bezig kunnen zijn. Alleen op dit moment proberen we zoveel meer maatwerk leveren. Dus als je kijkt, een klant die komt met een vraag en die krijgt een maatwerk. En dat is dan weer anders dan een kant-en-klare pakket wat ze al eerder kregen. Ja, er gaat veel geld om in de jeugdzorg. En uiteindelijk is het de werkvloer, de jeugdteams dus zelf, die dat geld uitgeven. Ja. En dat moet natuurlijk op een verantwoorde manier gebeuren. Hoe maakt u een inschatting tussen de hoeveelheid zorg die iemand krijgt en dat het mag kosten? Mooie vraag. Ook dat is maatwerk. Vroeger had je een lijstje en er kwam een cliënt binnen en je had problematiek en je wist waar je naartoe moest doorverwijzen. En nu wordt er gewoon gekeken wat heeft deze klant nodig. En niet vanuit wat heb ik als aanbod, maar wat kan ik voor deze klant, wat zou deze klant kunnen gebruiken. Ja. Hoe gaat het met de medewerkers op dit moment? Ik kan me voorstellen dat die ook moeten wennen aan een nieuwe situatie. Die zijn vanuit specialismen moeten ze wat meer generalistisch werk doen, wat meer algemeen inzicht hebben. Loopt dat goed? Kijk, we zijn geen generalisten. We hoeven ook niet allemaal alles te kunnen. Dat zeg ik ook vooral tegen mijn mensen en dat zijn er echt een hoop. Ik zeg, we hoeven niet alles zelf te kunnen doen. Als we maar weten welke aanbod we in huis hebben en welke aanbod er binnen ons wijkgebied, binnen de zorgmarkt aanwezig is. Dat is ook generalistisch werk. Het is absoluut niet de bedoeling, want dat zeg ik ook tegen mijn teams, dat we... Ik bedoel, het kan zijn dat je voorkeur niet bij een bepaalde doelgroep ligt, want mensen hebben bepaalde kennis. Juist moet je die blijven benutten en die moet je inzetten voor je klanten die met die vraag komt. En je kan niet van iedereen verwachten dat ze alles kunnen. Maar zover zijn we in ieder geval nu niet. Nee, wanneer is jeugdzorg wel zover? Een jaar, 2 jaar, 3 jaar? Ik denk, de bestuurder had het net over... 3 jaar, maar ik denk dat wij 3 tot 5 jaar nodig hebben. Voor een verandering heb je gewoon in een cultuurverandering heb je 5 tot 10 jaar nodig. En ik geloof dat wij gewoon 5 jaar nodig hebben om te zijn waar we willen zijn.
Mevrouw Nijhoff, beter voor Dordt. De besturen van Zuid-Holland-Zuid, maar ook de lokale teams jeugdzorg hebben gezegd dat het misschien nog wel een aantal jaar gaat duren voordat alles echt geregeld is in de jeugdzorg. Hoe ziet u zelf? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet anders verwacht had. Ik denk dat het zo is dat, in ieder geval wij hebben heel veel vertrouwen in de uitvoerders, zeg maar, in de teams. En wat je ziet is dat er ook een enorme kanteling, laten we zeggen, op andere gebieden moet plaatsvinden. Ook met beleidsmakers. Er moet een nieuwe vorm van denken eigenlijk komen over het omgaan met problemen. En dat heeft gewoon echt tijd nodig. Dus ik begrijp dat. Ja, bij verandering heb je altijd zoiets van het kan niet snel genoeg gaan. Want we zijn natuurlijk heel erg benieuwd waar we gaan eindigen. We hebben daar een beeld bij. Grote integrale teams die iedereen helpen in een wijk. En dat zou ik eigenlijk morgen al geregeld willen zien. En daar weten we van dat we daar nog zeker 3 tot 5 jaar voor nodig hebben. Dus gaat het snel genoeg? Het gaat, maar niet snel genoeg. Ik denk dat het niet heel realistisch is dat het sneller kan. Kijk, ik denk in de ideale wereld word je de volgende dag wakker en is het geregeld. Maar dat gebeurt gewoon niet. Dus ik denk in die zin dat we tevreden kunnen zijn met wat we nu realiseren. Nu wordt de raad geïnformeerd op vanuit verschillende niveaus. Zuid-Holland-Zuid, Drechtsteden, ja. De lokale politiek. Maakt dat dan niet extra ingewikkeld? Dat maakt het ingewikkeld, ja. Ja, je merkt ook aan de commissie in de bespreking dat het gewoon ook een hele andere insteek van je als raadslid heeft. Je moet heel goed opletten welke informatie je tot je krijgt. Je moet ook zorgen dat je bepaalde informatie aan elkaar koppelt. Dus het is, het blijft ingewikkeld. Ja, erg belangrijk is dat je er selectief mee omgaat. Je kan gewoonweg niet alles lezen. Je hoeft ook niet alles te lezen. Ik verwacht van de bestuurders dat ze ons adequaat informeren, tijdig informeren en volledig informeren. En zij hebben een korps van ambtenaren wat die informatie voor ons kan trechteren, zodat wij de goede informatie krijgen en daar ook de juiste conclusies aan kunnen verbinden. Het is veel en ik denk ook dat het belangrijk is dat wij ook informatie krijgen over hoe we de informatie moeten duiden. Omdat we er anders eigenlijk misschien wel verkeerde dingen mee gaan doen zelfs. Zijn er op dit moment dingen in de jeugdzorg waarvan u echt bang bent dat dat de verkeerde kant op gaat? Ik ben zelf heel benieuwd hoe het aanbestedingstraject voor het jaar 2016 gaat lopen. Instellingen onderling willen natuurlijk cliënten kunnen helpen. Je zit met bepaalde budgetten. Gaat de overheveling daarvoor makkelijk als bij de ene instelling een wachtlijst is en bij de andere instelling juist nog ruimte? Dat vind ik wel spannende dingen om nog af te wachten hoe dat zal gaan. Ja, wat mis zou kunnen gaan is dat we meer geld nodig hebben dan dat we begroot hebben. En eigenlijk zien we dat nu al aankomen dat er tekorten gaan ontstaan. Is dat erg? Ja, wat ons betreft niet, want wij vinden dat je de zorg naar behoefte moet organiseren en niet op basis van geld. Het is wel zo dat, denk ik, heel goed gekeken moet worden hoe de samenwerking is tussen de sociale wijkteams en de jeugdteams. Hè. Dat hoor je eigenlijk ook hier deze avond gezegd worden. Dus er moet zowel door ons als door de uitvoering als door de beleidsmakers moet er heel goed vinger aan de pols gehouden worden. En daarnaast moeten we, en dat hebben we net ook gehoord, moeten gekeken worden in hoeverre ook de uitvoerders ruimte krijgen om uiteindelijk het systeem goed te laten verlopen. Ja, het gaat om in de toekomst om meer maatwerk. Dat betekent misschien wel loslaten van regels. En dat betekent dat je ook als politiek misschien wat minder controle kunt uitoefenen en vertrouwen moet hebben. Ja. Denkt u dat raad dat kan? Ja. Ook daar kan ik niet goed een antwoord op geven natuurlijk. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik zelf wel het vertrouwen heb dat dat zou moeten kunnen. Maar het betekent ook dat er op alle fronten gekanteld moet worden. Want dat hoor je ook in dit verhaal. Kijk, de uitvoering vertrouwen geven is één ding. Maar daarnaast moeten beleidsmakers en alles laten we zeggen om die transitie heen zit, die moeten mee daarin. En als één van die onderdelen, laten we zeggen, een drempel daarin gaat vormen, ja, dan wordt het ingewikkeld. Dus daar moeten we heel goed over blijven spreken. Als het goed is, heeft elke politieke partij zijn wortels in de stad. Heeft ze contacten in de stad en geloof me, als het echt fout gaat, dan krijg je daar heel snel signalen van burgers van dat de zaken niet goed gaan. En daar moet je eigenlijk gaan afgaan. En dan moet je een gesprek gaan voeren met zo'n team van jongens, we krijgen deze signalen. Hoe zit dat? Leg dat eens uit, vertel eens.
het kwalitatieve vertrouwen moeten we hebben. En niet denken dat we met regeltjes en dat soort zaken en cijfers de jeugdzorg kunnen vangen. Dat is een onmogelijkheid. Controle is natuurlijk een heel dubbel begrip. Hè? Aan de ene kant moet je durven het vertrouwen te geven. En over het algemeen wordt het vertrouwen ook heel snel weer ingetrokken als het misgaat. En ik denk dat daar juist de uitdaging ligt om ook... Niet meteen bureaucratisch te reageren als er een incident is. We hopen natuurlijk niet op incidenten, want die zijn gewoon heel vervelend en heel na voor betrokkenen. Maar de uitdaging voor ons als gemeenteraad is om, ondanks incidenten die zullen gaan gebeuren, niet dan de regels aan te trekken, maar ook juist dan dat vertrouwen te blijven schenken. En dat zou ook oefenen zijn. Vanaf 1 januari 2015 is jeugdzorg de verantwoordelijkheid van de gemeente. En de bedoeling is in de komende jaren te werken aan een jeugdzorg waarin maatwerk wordt geleverd. En dat betekent misschien ook wel dat regeltjes overboord moeten worden gezet, dat mensen op een andere manier moeten gaan werken en dat de verantwoordelijkheid wordt gelegd bij de professionals in het veld en dat de controle vanuit de raad meer op vertrouwen is gebaseerd. Natuurlijk, daar kunnen er allerlei dingen fout gaan, maar uiteindelijk is de bedoeling dat de jeugdzorg echt verandert en dichter bij de mensen komt. En dan wordt het allemaal goedkoper voor ons allemaal. Dat althans is de bedoeling. Wij gaan het volgen bij Rechtstreeks uit de Raad. Dit was het voor nu. Tot volgende week.